Ik ben terug van het zwembad en ik heb me even opgefrist. Ik ga nu beneden even wat eten. Het is 4:30. Ik ben niet verbrand, dus dat is een voordeel. Ik ga nu met hun allemaal naar Gucci Pavilion. En dat is een soort bar, dus wat café iets. En ja, dan gaan we lekker eten en drinken. Dus. Wij zijn in Gucci. En we hebben de zonsondergang gemist, maar hey, het is steeds mooi. Where are we going? Gucci Pavilion! Wie dat? Mag ik je posten? Zullen we het op de Goedemorgen, het is maandag en de datum weet ik niet. Het is weer een nieuwe week en deze week ga ik in Sidebar, een nachtclubachtig iets, werken. En dat houdt in dat ik dus 's avonds begin om 7:00-9:00 tot 1:00-3:00. Dus overdag lekker vrij, maar dan ook wel moe. Aangezien ik ziek ben geweest, was ik 4 dagen ben ik vrij geweest. En vandaag ben ik nog steeds vrij. Ik begin pas morgenavond, dus dat is lekker. Ik ben bijna gewoon een hele week vrij geweest. Wel daarvan de helft ziek geweest, maar goed. Ik ga lunchen op een plekje. Dat is het eerste restaurantje, een ontbijtrestaurantje. Dat is richting Bondi Beach. En ja, daar ga ik nu naartoe. En daarna ben ik van plan om naar het museum toe te gaan op mijn vrije dag. Ik ben nu op het station en mijn Engels die is vrij slecht. Het gaat steeds beter. Maar ik dacht, ja, ik weet niet. Ik dacht gewoon hetzelfde als het moet zijn als ik een krant ga lezen. Dus ik heb een krant gekocht en wie weet wordt het wat, lukt me dat. Dus ja, dat wordt mijn vermaak voor vandaag. Het is dus wel leuk, want ik ben dus eerst met de trein geweest en daarna met de bus. En nu ben ik in een soort van, gewoon een woonwijk met een soort van winkelcentrumpje. En ja, ze zeggen ook dat alle locals hier komen. Dus dat vind ik ook wel leuk om dit een keer te zien. Ik eet iets van pancakes. Een heel leuk winkeltje en ik heb hier een jumpsuit gekocht. Emily, als je hier was geweest, dan is het echt iets voor jou. En deze ga ik open. Ik ben nu in een heel groot winkelcentrum. Ik
ben nog steeds op Bondi, of Bondi Jung, ik kan hem niet uitspreken, dat winkelcentrum. En ik was op zoek naar een soort sandaaltjes voor als je een jurkje moet aan hebt. En die heb ik gevonden bij de H&M, alleen niet in mijn maat. En ze zijn super, super, super goedkoop en super leuk. Dus ik ga nu naar andere H&M's om ze daar te vinden, want ik heb een code meegekregen en dan moet ik ze kunnen vinden. Dus ja, een beetje wanhopig, maar dat is mijn plan voor vandaag. En het museum ga ik denk ik verschuiven naar een andere keer, want dat is tot 5 uur open. Ik eet een salade als lunch. Het is weer een tijdje verder en ik heb boodschappen gedaan. Ik heb wat brood gekocht en wat yoghurt voor morgen, omdat ik morgenavond pas werk. En vorige week maandag heb ik heel veel, op maandag of dinsdag, ik weet niet meer. Toen heb ik heel fanatiek pasta gemaakt, want dat doet iedereen hier. En toen heb ik het heel netjes in bakjes gedaan, zodat ik elke dag een bakje had. En dat is dan goedkoper. En dat heeft me, weet ik veel, 20 euro gekost. En dan had ik dan verdeeld over 5 dagen, was het hartstikke goedkoop. En een week later zat de pasta nog heel netjes in de 5 bakjes, niet opgegeten. Dus ik heb het vandaag allemaal moeten weggooien. Bij deze, ik ga niet meer hier koken voor meerdere dagen. Misschien voor 1 dag, misschien voor 2 dagen, maar daar houd ik bij. Ja, ik ben er gewoon niet helemaal voor weggelegd. Aangezien ik van plan was om mijn lekkere pasta te gaan eten, wordt mijn lunch mijn avondeten. Vandaag dinsdag en wij gaan naar de supermarkt. Ik ben gisteren tot een uurtje of 1 gebleven. En ik moet vandaag om 7 uur beginnen in Saipur. Dus dat is mijn eerste dag daar. En het regent heel erg. Het is echt vies weer. Gisteravond regent het ook al echt heel hard. Dus wij gaan lekker boodschappen doen. Mijn lunch, broodjes, ei. Het is woensdag en ik heb gisteren gewerkt in de Saipur. En het is alweer middag, dus. Het is alweer middag en ik ben moe en ik denk dat ik zo ook nog even ga slapen. Ik weet niet precies hoe ik in het ritme ga komen, maar het was oké. Okay. Alleen er staat gewoon helemaal niemand. Maar... En ik eet een brownie. Oké, ik ben het snoertje van mijn camera kwijt, waardoor ik dus geen video kan editen en mijn camera ook niet kan opladen. Hij heeft nog 1 streepje, dus ik zal wat minder gaan filmen. Het is vandaag woensdag en ik ga zo even slapen, eten, werken. En dan is het morgen alweer donderdag. Dus dat is mijn dag voor vandaag. Ik heb vandaag de hele dag bij Royce gezeten. Ik ga zo beginnen met werken in Saipur. En dit is wat ik aan heb. Ik weet niet of je het kunt zien. Dus ja, ik ga zo beginnen. Het is vandaag donderdag en ik heb tot 1 uur geslapen. Ik was gisteren rond 1:00 of 3:00 was ik vrij. En ik heb vanochtend heb ik al boodschappen gedaan. Het is vandaag 33 graden of zo. Ik moet om 6:30 moet ik weer beginnen. Het is nu 3:00. Dus ik weet nog niet of ik nog even naar buiten ga. Aangezien ik in Saipur werk, dan hang ik de hele dag eigenlijk tegen die avond aan. Dus ik vind het niet zo leuk om daar te werken. Maar dat is maar voor even. Dus dat duurt niet meer zo lang. En mijn snoertje van mijn camera is dus nog steeds kwijt. Ik heb een nieuwe besteld. Die zal er morgen denk ik wel zijn. En dan zal ik ook weer meer gaan filmen. Door mijn computer. Goedemorgen, het is nu zaterdag. En ik heb 2 dagen niet gefilmd omdat mijn camera echt bijna leeg is. Het is helemaal geen zaterdag, het is zondag. Maar het voelt wel als een zaterdag. En ja, ik ben vandaag vrij en ik heb de hele week dus gewerkt in Saipur. Dus ik heb de hele week eigenlijk alleen maar geslapen, gegeten en gewerkt. Was niet zo interessant, was niet zo leuk. En vandaag is het 38 graden. Ik lig in de schaduw, want ik hou niet van warmte en daar kan ik allemaal niet aan. Want ik ben gewoon een Nederlander. Vanavond gaan we eten met iedereen die werkt in het hostel. En ik hoop dat ik dan nog even een stukje kan filmen. Dus ik laat het hierbij voor vandaag. Dit is waar we liggen. En het is gewoon weer bij het zwembad. Super druk.
Het is heel lekker. En de schaduw is het ook vol te houden. Oké, kleine update. Mijn camera is nog steeds leeg. En het snoertje heb ik nog steeds niet. Nou, de camera is bijna leeg, dus ik film niet. En het snoertje is er nog steeds niet. Ik heb 2 keer mijn kamer opgeruimd en ik heb wel een ander snoertje besteld, was te groot. Ik ben maandag en dinsdag ben ik heel erg ziek geweest. Heb ik ook niet gewerkt. En het gaat nu veel beter. Ik werk in Royce in het café en verder 's avonds met mijn kamergenootjes. Jess, de hairdresser, die is weg. En er is nu een andere Jess. Jasmine is er voor terug. En dat is heel erg leuk. Dus ik ga weer verder met mijn zooi opruimen. En ik hou jullie op de hoogte.